stond in de fik. Alles, alles, hoe ver ik kon kijken, was het één vlammenzee. Aan de overkant van de grote markt stonden de HEMA en de V&D in lichte laaien. Ik zag meisjes die als ratten in de val zaten in doodsangst van de eerste en de tweede verdiepingen springen. Maar ondertussen was mijn broer nog steeds niet thuis. Mijn vader is hem overal gaan zoeken. De binnenstad was voor een groot deel afgesloten en mocht niemand meer in of uit. Vanwege de historische gebouwen rondom ons huis en ons eigen pand was mijn vader lid van de kunstbeschermingsdienst en daarom had hij wel overal toegang. Alle ziekenhuizen liep hij af, alle plekken waar hij niet maar kon zijn, maar hij was niet te vinden. Alle ziekenhuizen liep hij af, alle plekken, maar Henny was er niet. Een paar uur later is mijn moeder meegegaan zoeken. Ik werd bij een omgebracht in de buitenwijk. Mijn ouders moeten al die uren doodsangst hebben uitgestaan. Pas 11:30 vonden ze Henny in het Wilhelminus ziekenhuis. Een verpleegster zei, wacht eens even, er komt net een jongen uit de operatiekamer gereden. Hij lag onder een deken. Aan zijn tenen die er ronduit piepte, herkende mijn moeder hem. Henny was 11 jaar, net geopereerd. Een splinterbom had hem getroffen toen hij met 6 klasgenoten had staan kijken naar de terugkerende bommenwerpers. Die 6 klasgenoten kwamen allemaal ter plekke om het leven. Henny was er zeer slecht aan toe. Hij had over zijn hele lijf verwondingen. De artsen hadden zijn been niet geamputeerd omdat ze dachten, die jongen redde toch niet. Tot 30 mei 1944 heeft hij in het ziekenhuis gelegen. Op lamme voet na is hij vrij goed hersteld. Mijn broer is 72 jaar geworden. Bij ons thuis lagen alle ruiten eruit, maar dat was niet de eerste keer. En de meeste kerken waren rokende puinhopen. In de Augustijnenkerk was tijdens het bombardement een 40-urige bed gaande. Omdat wij vlakbij deze kerk woonden, bracht de kapelaan het Ons Heer naar ons toe en zette de aanbidding in onze voorkamer voort. Vreemd was dat niet. Als goede katholieken was dat voor ons wel geruststellend. Later, veel later, kwamen alle levensgrote Maria, Jezus en heilige beelden die niet gesneuveld waren, zolang bij ons thuis te staan. Als klein meisje schrok me soms kapot als ik in het donker, want het licht hadden we niet meer, de trap afstormde en ineens die silhouetten zag in het halletje. Ook kwamen veel stalige geldkistjes mee uit de kerk die door de hitte van de brand allemaal opengemaxt waren. Het papiergeld was deels verast. Ik moest voorzichtig zijn met tocht, anders zouden er nu nog leesbare nummers op de biljetten verwaaien en kregen de paters niets meer uitgekeerd. Financieel stonden de geestelaren voor die tijd in elk geval niet slecht voor. Naar school hoefde ik niet meer. In de binnenstad, bij alle scholen, geen ene steen meer op de andere. De kleuterklas van de Montessori hier was vol getroffen en ik was in één keer al mijn vriendjes en vriendinnetjes van vorig jaar kwijt. Soms, als ik oorlogsbeelden op televisie zie van zo'n vuurzee, komt het allemaal haarscherp boven. Dan ruik ik het weer. Voel ik de hitte. Nooit zal ik die brandende stad en die vreselijke stank vergeten. Maar één ding is het. Het is nooit zo donker of het wordt weer licht. Vandaag is mijn achterkleindochter Eloïse 6 jaar geworden. Ze werd geboren op 22 februari 2018. Zo dicht ligt de vreugde en verdriet bij elkaar. Ik verloor veel vriendinnetjes 80 jaar geleden, maar ik heb er ook wel eentje teruggekregen.